wat jullie dus nu zien daar, met die rookpluim, dat is Hoek van Holland. Oké, okay. Nou, ik ben Sophie. Sophie. En ik ben Nicolette. Sophie en Nicolette, nou, ja. Welkom dat jullie er zijn. Ja, wat brengt jullie hier? Kom maar, lekker naar huis, lekker waterleed. Nee, juist, kom, lopen. Goed zo. Keurig. Hé, lof. Hé, meisje. Ho, ik ging zo wat over je ding heen, schat, kom. Jutty, ga eens even aan de goede kant lopen, wijfie. Jutty, kom, in het midden. Je weet waar je moet lopen, in het midden, goed zo. Kom maar, in het midden, wijfie. Oh, kom. Lopen, in het midden, wijfie, kom maar. Maar in het midden, goed zo. Keurig hoor. Yeah. Hoi. Lekker. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stamel van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stamel van der Werf. En het is vandaag alweer maandag 17 augustus. En het is 2:15. Dus het begint na 2:30 te gaan. Het gaat onweer. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Dan, Pieuw. Oeh, heb jij een tijgertje? Ja, en dat is mijn slipper. Het gaat onweer, dames. Kijk. Ik vind dit zo leuk, hè? Ik heb het gehaald eigenlijk voor mijn verjaardag, maar hij hangt daar ook nog. En ik vind deze slingers ook zo leuk. Het heeft wel wat. Ja. Het is een beetje donker aan het worden. Hele mooie lucht. Gaat zo om te lekker onweren. Het rommelde net al. Hoop ik dat het zometeen met bakken er helemaal uitkomt. Nou, bakken niet, maar lekker regen eruit. Heerlijk. Weer afkoeling. Ik was net even aan het rommelen. Zo mooi, hè? Die dreigende lucht. Heerlijk. Ik weet niet of jullie wat kunnen horen van dat gerommel. Moeten jullie zeggen, kijk hoe mooi het hier zo is. Ho, ik trek hem kapot hier, zowat. Ja joh, trek hem kapot daarboven. Gaat goed. Trek hem kapot. Moet ik soms hem weer even maken.
Nou, nog geen flits of wat dan ook, helaas. Komt nog wel, hoop ik. Nou, we zijn even bijna alweer. Het is bijna 3 uur. Het gaat een beetje regenen. Nog niet veel. En ik heb dit maar even zo gedaan. Ja. Alles ligt hier gewoon weer verdoold. Ja. En Roderick heb ik lekker aan de telefoon. Ja, ook nog alle dit zo lang. Nou, het is lekker aan het regenen, meentje. Heerlijk, afkoeling. Het is ook lekker aan het onweer, heerlijk. Zo, dit is mooi, mensen. Magnifiek, heerlijk. Al die regen. Te kijken. En wat jullie horen, dat is dus en bij mijn zonnescherm. Met dat getik van het regen. Ik weet niet of jullie het heel goed zien, maar kijk op de daken. Al die warmte wat er van afkomt. Kijk dan. Kikken. Ik neem jullie even mee en naar het voorbalkon, want mijn voorbalkon die kan het ook niet aan. Moet je eens kijken. Mijn voorbalkon die staat gewoon helemaal vol met water. Oh. Moet je hier maar komen, lief. Ja, maar dan moet je hier kijken. Is nog leuker. Oh, 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 oh. Dat komt bovenkant ook al niet aan. Nee. Daarom regent het ook hier naar binnen. Maar ik moet ook uitkijken voor mijn... Nee, ik kan er nou niet bij. Kuk. Nee, ik kan er niet bij. Nee, dat gaat niet, want hij zit daar vast. Nee, dat gaat dus niet. Mag ik even stuntelen dan? Laat mij even lekker stuntelen, ja. Stuntelen. Hij klopt, ja. Mooi. Waar keukengereedschap niet goed voor is. Hij is vies en vettig. Man. Vies en vettig, van die regen. Maar nee, maar nee. Gewoon van even hangen. Oké. Okay. Hangen daaraan. Hangen. Ja. Flip. Ew. Nou. Kijk eens aan hier. Oh, 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 oh. Kijk eens aan. Oh, heerlijk. Kijk, en ook deze putje kan het niet aan. Nope. Helemaal niet. Schande. Ja. Ik ga dit trappertje op. Joehoei. Yes. Wat hebben we boven deze trappertje? Nog meer zaal. Nou, omhoog.
kijk eens aan. Kijk, allemaal mooie kroegschepen daar. Hier zijn we dus. Lekker. Niet schroeven, niet zeilen. Je kan niet zwemmen. Nee, maar zwemmen. Daar geen hondjes, daar wel hondjes. Daar weer wel surfen en dingen. Ja. Oké. Okay. Nou, wat jullie dus nu zien daar, met die rookpluim, dat is Hoek van Holland. We staan dus nu op in Monster. Hoe mooi is dit? Eigenlijk gewoon weer even zo met hem even naar samen. Maar dan moet ik bellen. En bellen is sneller toch, Leef? En daar heb je Scheveningen. Ik zei, bellen is sneller, hè? Vaak, hè? Ik kan ook gewoon praten, hoor. Dan hoef ik niet te bellen. Ja, maar niet naar jou. Ik heb het al tegen de kijkers gezegd, maar jij luistert niet. Nee, precies. Nou, Roderick loopt lekker voor mij. Daar heb je Scheveningen. Daar heb je Den Haag. Dit is Monster. En daar heb je ook van Holland. Kijk jongens, die zonnestralen, wauw. Even inzoomen voor jullie. Dit is gaaf. En toch, op en op film is het anders dan in het echt, hè? Ja. Hij vertekent een beetje, maar dat maakt niet uit. Dat maakt wel heel mooi. Zwart-wit, doet hij het dan beter? Zwart-wit. Dan, en dan moet ik dat op en op een programma doen. Oké. Okay. Hi, en waar zitten we weer? We zitten wel samen. In de lampion. Alweer, hè? Cheers. Nee, pidepidepidep. Ik probeer het goed. Cheers, schat. Gezondheid. Ja, op, nu op en op naar december. Oh, man. Op 11, 12 en 2020. En dan zijn we precies 2 jaar getrouwd. Wrijf het er nog maar even in. En ja, ik weet, het kan ook zonder alcohol, maar dit is gewoon mijn favoriete wijn als ik dus uit eten ga. Gewoon lekker bij samen. En dan ga ik gewoon lekker thuis weer lekker door. Op bed. Ja. Zo. Inderdaad, toen zaten we dus weer lekker hier. Bij het Wereld Restaurant samen. Waar anders. Lekker. Ik heb nou eens een keer een andere saus gedaan. Dat is dus knoflook ketchup saus. Ik vind hem wel lekker.
vandaag. Ja. Een interessante combi, alleen Roderick die vindt hem niks. En ja, wat ik dus net al zei, ik zit gewoon aan de wijn. Ik zelf vind het gewoon persoonlijk wat fijn, leuker. En Roderick die is de bot. Zolang ik nog geen raar bij zet, dan kan ik het doen. Ja. En donderdag heb ik gewoon weer mijn autorijles, dus zo. Dan ben ik gewoon weer nuchter. Waarom niet? Ja. En mijn duim is mijn mes. Ook lekker. Heb ik hier ook nog een lekker bordje? Haren. Zal ik het beter laten zien. Lekker voor haren. Lekker. En ik had mijn stokje weer, want ik ken dat nog niet. Ik ken het echt nog niet. Sorry, ik weet niet waarom, maar het lukt mij nog niet met een normale stokje. Dus dan maar lekker zo. Oefenen. Dankjewel, Julian. Helemaal goed. Oefenen. Ja, maar dat doet Roderick ook al. Maar ik krijg het echt gewoon niet voor elkaar. Dus je moet op een gegeven moment de houding, dat is het belangrijkste. En als je op een gegeven moment die houding weet. De houding, ja, dat is ja, zoiets. Drie vingers zo. Ja, ik krijg dat niet voor elkaar. Oké, dat is goed, dat is goede houding. Zo? Ja. En dan moet je leren, ja? Zonder de stokjes, moet je hem gewoon schuin houden. Ja, en dat krijg ik dan niet voor elkaar. Probeer, probeer, lukken. Ja. Dat is zo goed. Hé, was het goed? Hartstikke goed, even controle. Ik zit in een papier hoor. Oh, dankjewel. Het zit zelfs weer in mijn onder. Ja, dankjewel. Hey, fijne avond nog. Heel fijn, heel fijn. Graag gedaan. Ook dat doen we dus. Voor haring en kennis hebben we mij wakker maken, Julian. Heerlijk. Maar dit is ook gewoon echt verse haring, hè? Ik vind deze haring nog lekkerder en dan bij Wendy visbeet. Yummy. Ja. Ik wil toch nog even iets met jullie delen. Ook al is het even hier een beetje rumoerig. Maar echt, aan Roderick heb een hele goede man. Echt waar. Even mijn ex Jan niet uitgesloten. Echt sowieso niet, want daar heb ik heel veel tijd mee gehad. Maar ja, Jan en Jan, dat is ook gewoon een schatje. Maar Roderick ook echt, het is zo'n schatje. Hij gunt mij alles. En hij kan niet kwaad worden. Waarom, weet ik niet. Echt van totaal niet. Maar ja, ik wou graag gewoon vanavond hier naartoe. En toen zei hij van, nou, het is wat jij wil. Het is jouw feestje. Als jij hier naartoe wil, dan gaan we lekker naartoe. Nou, en hij geniet er sowieso weer, want dat zie ik gewoon aan zijn hele gezicht. En dat doet mij weer goed. Ja. Kijk, daar komt hij weer aan. Oh, sap eraf halen. Ja, dat heb ik toch bij gedaan. Nou, dat is even, sorry. Ja, maar, en, maar dan kun je dat nu... Maar lieve schat, klant is koning. Ga dan nu even naar Julian. Vraag of ze dat opnieuw kan doen, want anders word jij ziek. Ik geef het af. Nee, dat is wel een probleem. Even. Nou, het probleem is dus, Roderick die kan dus niet en tegen alcohol. Nou, als ik alcohol heb gedronken, dan maak ik ook wel een grapje soms. Dat hij dat dus in zijn gezicht blaast. Dat moet ik niet doen, maar als ik echt gewoon ver heen ben, doe ik het wel. Maar dan weet hij ook en dat ik dat dus niet expres doe. En dan ben ik gewoon even helemaal joehoe. Als jullie mij begrijpen, maar ja. Hier bakken ze dan op en op de hete plaat af met witte wijn af. Maar Roderick die zegt dan nog daar altijd van geen witte wijn. En toch doen ze het. Dus ja, dat is dan nog even een minpuntje. Dus dat moet ik echt wel even tegen Julian zeggen. Sorry.
Of dus als je chronische voorhoofd of ontsteking hebt. Nee, maar dat komt wel goed. Maar dat wou ik jullie nog even gewoon even zeggen. Lieve kijkers, ook ik hou van jullie. Nou, jullie, vertel me wat. Nou, jullie zitten dus ook bij En bij het Wereld en restaurant samen. En wat vinden jullie van deze restaurant? Geweldig. En waarom? Vertel dat eens, waarom? Waarom? Ja, dit is de plek waar we elkaar ontmoeten. Het is een beetje speciale herinneringen voor ons. Kijk, dat is mooi. We hadden hier een soort eentje met ons werk en dus ook helemaal elkaar. Oké, okay, leuk. Leuk om dat te horen, top. Top. Nou, een hele fijne avond. Ja, hetzelfde. Doei, doei. Aanslaat. Oké. Nou, wat is jullie naam? Stel jullie eens voor. Oké. Okay. Nou, ik ben Sophie. Sophie. Ik ben Nicolette. Sophie en Nicolette. Nou, ja. Welkom dat jullie er zijn. Ja, wat brengt jullie hier? Ja, we zijn gewoon met onze vrienden zijn we gewoon hier lekker aan het eten en een beetje buurtzaak eten. Ja. Oké, okay. Eten smaakt goed? Ja, zeker. Bier is ook lekker? Zeker. En welke restauranten zitten jullie nu? Samen. Wereldrestaurant samen. Je zit er samen in Wereldrestaurant samen. En samen en tegen COVID. Samen tegen het virus. Maar we houden afstand, weet je, altijd afstand. Oké, jullie zijn geen familie? Nee, we zijn allemaal werkvrienden van elkaar. Ja. Werkvrienden, oké. Okay. Ja. Dus we werken wel met elkaar, dus op zich. Oké. Okay. En wat voor werk doen jullie, of mag ik dat niet vragen? We werken bij de woningbaan. Ja. En welke woningbaan? In Delft. Oké. Okay. En daar. Ja. En heeft de bowlingbaan ook nog een naam? Karrewiel. Ja. Karrewiel, oké. Okay. Ja, ja. Bowlingbaan en Karrewiel. Het is reclame maken, slaan. Nou, okay. Ja, altijd. Over bowlingbaan en Karrewiel. Hoe duur is het voor een maand? Van een uur? Voor een maand? Gewoon 8 euro voor een uur. Per uur, per baan. Dat is niet leuk. Ja. En Karrewiel is makkelijk te vinden? Een paar mooie parkeerplaatsen? Ja. Gratis parkeren? Ja. Ja. Het veer is ook gezellig. Ja, super. Vind je het leuk daar te werken? Ja, heel leuk. Ja, het moet allemaal mensen en zo. Dus. Oké. Okay, en dus als wij er komen, dan krijgen we korting. Zeker, altijd. Ja, dubbeltje korting. Karin en Roderick, ja. Ja, precies. Maar jullie werken daar al lang, of niet? Ja, nu een jaar. Nou, dat is niet heel lang, maar prima lang. Oké. Okay. We werken er nu een jaar en zijn gewoon een soort van. Ja, het is wel gezellig. Met z'n allen, we zijn echt een hechte groep geworden. Oké, okay, nou dat is toch goed. Collegiale vriendschappen. Ja, dat is perfect. Oké. Okay. Ja. Heb je nog speciale hobby's? Hobby's? Toevallig. Bowlen misschien. Ja, bowlen vinden we heel leuk. Wat zijn jouw hobby's? Ik wil maar. Durf toch niet. Ja, ik kom erbij. Ik kom erbij. En net okay. Wel. Maar doen jullie na het werk toch nog even stiekem bowlen of niet? Ja, ja, dan gaan we zeker. Met alle of. Oké. Dan gooi je allemaal heel veel strikes en spares en zo. Oh, jullie zijn best goed in bowlen dus? Ja, we zijn er best goed. Best goed in. Oké. Hou je nog in onderlinge competitie of? Zeker. Iedere keer. Ja, nee. Oké. Okay. En na het bowlen, zit hij dan aan de bol of niet? Ja. Oké, dank jullie wel. Ja, hello. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Like en subscribe allemaal. Abonneren, commentaar geven, duimpje omhoog. Is goed. Oké, doei doei. Dit vind ik allemaal niet leuk. Meisje, goed, schat. Come on. Where's the mask?
Ja, dankjewel, toppie. Ja, een hele goede avond, lieve familie, vrienden. Ja, we zijn weer even al een tijdje thuis. Roderick is ook alweer naar huis. Die ligt al lekker in zijn mandje om lekker te slapen. Want die moeten weer vroeg uit. En ik ga ook zo meteen lekker naar bed. Maar ik zou zeggen, vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, tik eventjes op het rode button. Abonneren. Doe het belletje aan. Want dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat ik op YouTube zet. En YouTube weer online plaatst. Elke dag om 2 uur. En doe dan een duimpje omhoog. Dat vind ik onwijs tof. En laat een leuke reactie achter. En ik weet niet wanneer je het kijkt. Maar als je het 's avonds kijkt, slaap lekker. En als je dit overdags kijkt of 's ochtends vroeg kijkt, werk ze. En anders wens ik je gewoon een hele fijne dag. Maar ik ga nu slapen. Dus dankjewel voor het kijken. Tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!